Het najaar komt eraan. Althans, ja, er komt eerst nog wel een zomer. Maar daarna komt een najaar als alles goed gaat. En dat is eigenlijk toch altijd de tijd dat we grote releases zijn. Uh, dat die dan gaan uitkomen. Dingen waar je eigenlijk nu al op kunt verheugen. Misschien nog een beetje kunt gaan sparen. Maar de afgelopen tijd zagen we toch uh, twee hele grote games. En dan heb ik het even over Starfield en The Legend of, Zenda, Legend of Zelda uitgesteld worden. En dan is de vraag eigenlijk een beetje, en die ga ik even aan uh, jullie allebei uh, stellen: mm -hmm. dat najaar van 2022, gaat het nog wel wat worden? Ha hangt, dan vraag ik meteen aan jou, ja, oh, ja. ha hangt het hele najaar af van uh, The Legend of Zelda en Starfield? Uh, dat is een goede vraag. Uh, ik denk ook dat jij, je hebt je, hebt je persoonlijk, ja. en, maar je hebt ook een beetje algemeen als gamesjournalist. Vind ik dat Starfield dat er niet is. Vind ik echt. Een gemis in het een jaar. Potentieel gemis. Een he, klap je weet voor niet. alles True. voor mijn Xbox uh, Game Pass gebeuren. En sterker nog... En hetzelfde ik, geldt natuurlijk op die manier uh, voor, voor Nintendo. Voor uh, ja. uh, uh, Breath of the Wild 2. Exact. Ja. Ik mis nu bij Xbox en bij uh, Nintendo die grote uh, ballbreaker... Die, die je gewoon moet hebben waar je blij van wordt, waar je alles over wilt weten. Ja. Sterker nog, ik las een aantal... Uh, um, Influencers noem ik dat dan maar. Even op, op social media die zeiden van nou, ik, ik heb mijn Game Pass afgezegd. Niet omdat het slecht is, maar ik heb alles wat oud is, wel gespeeld. En er komt even niks aan. Dus ja, en nou, daar werd toch weer door de Xbox X-boys -boys weer keihard op gereageerd. Van, ja, dat slaat nergens op een bashing. Ik maar... heb dat zelf ook wel een beetje. Niet dat ik het doe, want ik heb een jaar-abonnement, uh, maar. Uh -huh. Maar dan ja. moeten die mensen ook gevraagd worden of ze niet zelf af en toe ook gewoon een Netflix-abonnementje nee. even, even opzeggen, een, een maandje of wat. Hè? Dat, ja. dat, dat, als ze dat daar wel doen, dan zijn het, uh, nou ja, weet je, hypocriet. Dat, dat, dat vind ik altijd pas wanneer dat, dat je dat kan zeggen wanneer mensen iets bewust doen. Ja. Maar dat ze gewoon onbewust hetzelfde doen, maar dan bij Netflix. En dan zijn het inderdaad gewoon Butter fanboys. Nee, en zeker. Ze een kinderachtige bek houden. Ja. En, 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 en het feit dat je Game Pass uh, tijdelijk even uitzet heeft helemaal, is helemaal geen waardeoordeel over Game Pass als, als instituut, nee, nee. want die is fantastisch. Alleen, ik had, ik had echt heel erg uitgekeken naar Starfield. Dit was wel ja. eigenlijk mijn game voor het najaar, ja, hier was ik klaar so voor. voor. mij ja. ook. Nou ja, je hebt natuurlijk mensen die maken een beetje de berekening van oké, okay, uh, Game Pass ongeveer tientje per maand, 120 per jaar, dan wil ik er eigenlijk twee toptitels uit halen mm -hmm. die ik sowieso ja. wilde kopen. Ja. En als een van die twee, voor veel mensen waarvan Starfield dit jaar dan een van die twee was, wegvalt, dan is het dat misschien meteen ineens niet meer waard dit jaar voor hun. Dat kan. Um, maar volgens mij komt er elke maand nog genoeg bij om dat wel te verantwoorden. Nou, maar ieder zijn ding natuurlijk. <laughs> Jij ja, 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 vroeg dat net al. Van, ja, maar wat komt er dan nog wel uit? Nou goed, dat, dat kan ik wel eventjes heel rustig met jullie gaan doornemen. Want dat is natuurlijk de vraag van, wordt het een ja, rampzalig... Weet je, je kunt altijd back catalog spelen en wie weet eens een keer lekker sparen of whatever. Deze twee games waren niet namelijk de enige die zijn uitgesteld. Nee, Redfall is dus ook uitgesteld. Ja. Um, boeide mij trouwens niet zo. Nee. Dus ga ik ook niet heel erg over... Vooral omdat we daar nog niet echt heel veel van... Weet ook. Nee, en de games. Um, dan zijn er twee games. Um, 11 oktober zou Forspoken uitkomen van Square Enix. maar Zie ik ook las, heel erg naar gemoed. las net het gerucht dat Square Enix die wil gaan uitstellen. zodat Final Fantasy 16 dan naar voren kan getrokken worden, een beetje. Ja, oké. Okay, zou kunnen. Daar hebben we wel opvallend weinig van gezien. Dus dat lijkt me ook weer onlogisch. Ja, en de tweede game waar ik heel erg naar uitkeek oh, was uh, Stalker 2 Hard of Chernobyl. Um, daar was gisteren op social media van. Uh, bekend gemaakt dat de studio weer begonnen is met ja. de ontwikkeling. Dus die hebben een aantal maanden niks gedaan vanwege de oorlog. Ah, die ja. zit natuurlijk in Kiev, logisch dat je dan wel iets anders aan je hoofd hebt. Die zijn nu weer begonnen, dus ik denk ook niet dat die 8 december gaan halen. Nee. nee. Dus die nee, gaat dit, ook die is, naar volgend jaar. Uitgesteld dus die ja. game valt ook weg. Um, en dan heb je dus, Sony heeft dus de blockbuster God of War Ragnarok. Uh, ze zeggen niet dat die wordt uitgesteld, ze zeggen ook niet dat die het 100% zeker gaat halen. Ze zei in principe staat als, als release date wel daarvan dit jaar, toch? Exact 20 dit 20 jaar 20, ja. uh, Nintendo heeft Splatoon 3. Nou ja, dus voor, voor, voor veel kids natuurlijk wel een grote game. Er zijn wel ja. veel Splatoon-fans. Nou, dus niet alleen kids, maar ik, ik heb zelf de Shamu er nooit van in gezien. Maar er zijn, nee. er zijn nee. vrij grote binnen de Nintendo-community, vrij grote Splatoon-community. Ja. Dat is waar. Bayonetta 3. Be sorry, maar ik ga ja? nog even terug. Dat kon natuurlijk ook komen omdat er voor de rest gewoon heel weinig is. Ja, ja. Je hebt heel veel vette indie-games natuurlijk op dat ding, maar daar heb je niet zo snel communities voor. Dus dat, dat kan natuurlijk ook gewoon letterlijk bij een gebrek aan andere dingen zijn dat je dan maar een Splatoon-community bent. Ja. Ja, ja. Ja. Dat, dat, dat zou. Kunnen. Je moet wat. Uh, ja. Bayonetta 3 die zou dan voor de Switch uitkomen, ja. maar is absoluut nog niet bevestigd. Voor uh, dit jaar niet? Nee, nee. Volgens mij. ik heb geen harde bevestiging van Bam. Want dat is niks raars, want Nintendo doet over het algemeen laat komen ze met een release date. Het is nog vroeg. Maar het is ook niet 100% zeker dat ze gaan uitkomen. Nee, het komt ook uh, uit wanneer het uit kan komen. Ja. Hogwarts Legacy die ja. staat ook nog steeds op. De die komt wel. Die, ja, dat hebben ze nu wel gezegd dat die zeker gaat komen. Dat wordt, er, dat wordt dan denk ik nu met God of War de grote game. Skull and Bones. Nee, dat hebben ze gezegd dit jaar. Dit jaar. Mm -hmm. dus, maar maar dat kan in, ook april. Hun, hun financiële jaar. Ja, dat kan ja. ook zomaar april nog worden. Ja. En dan uh, het troetelkindje van uh, van Yellow Stray natuurlijk. Ja. Um, die komt ook nog wel dit uit. Die jaar. komt ook nog wel dit uit. Jaar uit. En dan heb je natuurlijk. Call of Duty en FIFA die komen ja. 100% zeker uit en ik was nog even vergeten God of Knights ja. die komt 25 oktober is die niet uitgesteld juist laatst uh, hij staat nog steeds op die datum dat maar hij is wel een keer uitgesteld ja. um, en het gerucht, gerucht gaat dat Sony dit jaar nog komt met The Last of Us remake ja wat er heel gek is want ja die game en, kan je ook nog op PlayStation ja. 4 nog spelen wat dat, waar iedereen toch nog op speelt ja en dat is eigenlijk uh, 80% heeft nog geen fixed release date, ja. is uh, to be announced, of uh, uh, dit jaar. Uh, dat, dat kan natuurlijk ook een nieuwe trend zijn, omdat er natuurlijk heel veel ja. uh, uh, de laatste paar jaar inderdaad, soort van met, met release dates, vaste release dates is, is, is en, en dan dat het niet gelukt is steeds, dat ze nu wat voorzichtiger zijn van nou, ergens dit jaar of Q4, weet je, ja. zoiets komt die uit. Waren ze maar voorzichtiger, want uh, Alsnog. We, krijgen, we krijgen altijd te horen van ja, coming, uh, weet ik veel, Q4 dit, Q3 dat. En het wordt altijd een half jaar uitgesteld. Ja. De, laatste, ja. de laatste twee, drie jaar. Nou ja, uh, ja, precies. Binnen, een, binnen het najaar zal je. You eigenlijk zo langzamerhand wel, en ik wacht juni dat er nog wel een hoop gaat gebeuren, want dan heb je natuurlijk uh, de, die, die, die diverse pers persevenementen. Je moet op een gegeven moment wel PR gaan maken, want mensen in de zomervakantie zijn ze met andere dingen bezig en daarna is het alweer september en dan moet je je geld gereserveerd hebben. Dan moet je niet dan zeggen, oh, er komt ook nog deze game uit. Dus ze moeten nu, Avatar, Frontiers of Pandora heb ik ook nog niet gezegd, uh, die staat ergens dit najaar open. Ja. ja, of uh, wederom het, 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 het uh, financiële of, jaar van Ubisoft. Ja, nee. Dus dat kan ook nog Q1 2020. Uh, uh, -20. Voor, nee, voor april. Ja. Exact. En dat um, voor mij mijn gevoel was heel erg van Jezus, voor Xbox. Uh, ik zie even niet iets anders. First party. Maar wie weet gaan ze ons verrassen. Um, dus, in, uh, komt Scorn niet nog alsnog dit jaar? Het is een kleine game. Dat zijn ja, geen game. Ja, maar ja, maar, is ah, geen Starfield. Uh, nee, nee, dat precies, zeker niet. Dat maar, maar ik het. bedoel, als, ik, heb, ik heb fans, uh, Xbox fans er wel hard op zien gaan. Ja, omdat het iets is wat ze kunnen wat ze krijgen. Omdat het ja. voor Xbox komt, ja. alleen exclusive. Dat, dat, ja. Dan gaan auto mensen, automatisch de automatische mm -hmm. mensen al harder voor. Of ze het nou. Stiekem in hun, in hun hart en ziel een vette game gaan vinden, of niet? Ja, ja. van ja, maar Scorn komt eraan, het is alleen voor de Xbox, pak dus ja, yeah. yeah. je maar natuurlijk. Het, het najaar is ook het moment uh, dat gamers een console gaan kopen met games erbij. Um, een Starfield is een system seller, een ja. Legend of Zelda is een system seller, een God of War kan ook een system seller zijn. Scorn Zeker. zeg ik dan altijd, maar even een beetje baninerend... Die had je ook in. Weet ik veel, nog uh, in, in, in juni kunnen uitbrengen. Omdat ja. er een bepaalde type fans is, die koopt hem toch wel. Of hij zit op de Game Pass. En een Nintendo heb ik ook bij. Legend of Zelda, Splatoon en Bayonetta in pak en beet twee maanden tijd. Prima. Hele mooie line-up, denk Zeker. ik. Er komen niet nog een nieuw Pokémon game ook? Uh? Er komen zoveel Pokémon games uit. Dat, dat zou wel kunnen. Maar nieuw, doordat poor, Zelda wegvalt, ja. is het in één keer... Ja... ja. Ja. ja, nee, maar ja. Nou, ja, ja, ja. maar er is een verschil, hè? En dat zijn de mensen: het, wij als, weet je, we hebben inderdaad meerdere petten kunnen we hierop, mm -hmm. Game uh, een GameKings pet, uh, ja. een journalisten pet. Een, uh, ik ben gewoon een gamer pet. Echt van dus je eigen smaak pet, zeg maar, een real pet. Um, en. Daar zitten allemaal verschillen in. Dus jij, wat jij natuurlijk hier bedoelt, is een beetje dus de, de journalisten first party. Pet. Ja, ja zeker, zeker. Want er zijn ook legio natuurlijk. Precies, je hebt hem ook later er wel bij gezet, hè, de FIFA's en de dit en dat. Ja. Dus heel veel uh, gamers, dat hebben we dus de laatste uh, einde van de week, vrijdag bijvoorbeeld een beetje uh, gezien in de chat. Die ervaren dat niet per se zo. Kijk, ja, het is jammer dat Starfield wegvalt, mm -hmm. ja. maar. Er komen nog steeds heel veel games uit die tof zijn. Tuurlijk. En inderdaad, je hebt gelijk dus dat er dan een shift plaatsvindt van heel veel mensen die, die echt op Starfield zitten te wachten. Naar bijvoorbeeld, nou ja, dan wacht ik nu op Hogwarts. Ja. Mm -hmm. en, maar dan, dan shift dat dus veel meer naar third party, inderdaad. En, ja. en, maar, maar jij bedoelt dus vooral de first party vibes, zeg maar. En ja, natuurlijk, het zijn alle twee echt, echt hele grote games. Nou ja, wat, wat hadden, we, hadden we twee jaar terug, hadden we Cyberpunk. Dat was zo'n... Weet je wel, zo'n mega game. Uh, wat ja. hadden we vorig jaar? Hadden we Halo. Ja. Uh, wat Niep... had Sony? Die had Horizon. Nee, dat was dit jaar. Dat was dit jaar. Ja. Ja. Okay. Uh, ja. Wat, wat, wat hadden we dan met jaar? Een Deathloop. Maar vorig jaar... Het jaar vorig jaar was niet... Er waren niet hele grote ja, ja. klappers. En we hebben, dat was een beetje de conclusie van veel van die einde-van-de-jaar-interviews van ons. Van, nou, het was, uiteindelijk hebben we, we ons zelf goed vermaakt dit jaar. Mm -hmm. Maar er waren geen um, uh, onwijze uh, blockbuster-releases uh, uh, geweest. Niet, nou, niet nee. zoals uh, 2018, dat je God of War Red twee jaar, ja. en Red Dead uh, 2 in één jaar Bijvoorbeeld. En uh, Last of Us 2 erbij. Of zoiets. Sekiro. Dan heb je inderdaad echt een, een jaar te pakken. Ja. Maar en dat zou... Uh, we hebben natuurlijk, dat weet ik ook nog, we zouden dat, want we hebben begin van dit jaar natuurlijk ook, we hadden juist weer het idee van nou, als we even die line-up gaan doen, blululup, al die ja, games. Wat een jaar wordt dit. Wat een jaar wordt ja. dit. En het wordt inderdaad steeds weer alweer kariger, ja. Ja, kijk, dit, dit jaar hadden we natuurlijk, ik denk, Elden Ring, een echte mega-release is. Gaat even je mic, alsjeblieft. Uh, ja, uh, maar, even als we het over blockbusters in 2022 hadden, stond Starfield en Legend of Zelda ja. daar wel op. En ja, die ja, okay. zijn nu weg. Ja, zeker, dus ja. overblijft... Elden Ring, waarvan je altijd nog kunt zeggen, ja, het is toch ook een beetje niche, weet je wel? Het is niet mainstream, mainstream, alhoewel het veel beter heeft gedaan Daarom. dan had verwacht. Dus ik denk dat we dat gewoon mogen zeggen dat het gewoon een blockbuster is. Dat dat, dat is het gewoon gewoon. Horizon, ja. ja, ook wel een blockbuster. Uh, he ja. Heavyweight. Ja. Uh, en nu dan straks God of, God of War en en Gran Turismo 7. Dan dan dan, eh, want mijn, ja. mijn, mijn gevoel was een beetje van Xbox baalt als een stekker, want die hebben dit jaar eigenlijk niet. Ja, Halo, um, dat, was, dat was een grote naam. En dan Starfield als einde, daar hadden, hadden ze een mooi jaar gehad. Nu Halo was ze, vorig jaar. Halo was vorig jaar, ja. Nee. Nou, dan, dan hebben ze dit jaar helemaal niet een grote titel uh, echt nee. erbij gehad. Nintendo uh, was het natuurlijk. Uh, Zelda of Metroid, en allebei de games, gaan dit jaar ook niet halen. Nee. Terwijl Sony redelijk consistent dan toch nog Gran Turismo 7, um, Horizon... Horizon en, en dan Ragnarok. Go ja. God of War Ragnarok ja. en misschien nog eens een keer The Last of Us... Wat een leuke uitsmijter kan zijn erbij. En ja, maar uitsmijter, dat, dat voelt... Dat is natuurlijk omdat hij al twee keer is uitgekomen. Ja. Uh, uh, voelt dat natuurlijk veel... Dat voelt niet als zo'n blockbuster. Want hij is nee. al twee keer gebast. Maar het is wel een... Ja, ah, ja. Ja, nee, het, 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 het verhaal gaat dan ook dat Microsoft nu probeert... Heel snel dan toch nog Gears Warp War remastered. klopt. Dat, ja, maar... Ze ja, gaan ja, ook wel, ja, wel ja. wat release hoor. Ja. Bijvoorbeeld zoals uh, Grounded. Weet je? Dat was toen ook zo'n game. Ja, ja. Die is gewoon in vier maanden uit de grond gepompt. Bewijzen ja. van. En dat was een leuke game. Voor. Uh, uh, dat, je, dat ze dat gewoon eventjes, oh ja, hoe, mm -hmm, nu, ja. nu hebben jullie wat. Weet je, en ze kunnen natuurlijk, ze hebben 35.000 studio's, dus ze kunnen zeker twee of drie studio's, een soort van grounded je laten poelen. dus wat van jongens, jullie moeten iets tofs uitbrengen uh, dit ja. jaar en dat hoeft niet helemaal af te zijn misschien. Uh, misschien uh, komt het, weet je, is het een early access of een in progress-achtige uh, release. Ja, ground is ook zeg maar, zo. Ja. Ja, Early Access, dat vind ik <laughs> een domme durfens, naam. Durven ze dat aan? Omdat je las nu toen ah. Starfield werd uitgesteld, uh, was onmiddellijk weer het verhaal, zie je wel, Microsoft, Game Pass, fantastisch, maar ze hebben de games niet. Dat, dat stigma wat ze ja, een aantal jaren... Begat, games op. Maar vergeet ook niet dat... Ja, nee, dat het, zijn oude uh, games, maar die nieuwe games hebben ze maar niet. En, en, en eigenlijk hadden we gedacht, in 2022 gaat het los. Hey, Dan gaan ze los en die nu... g 3? Nee, nee, niet van dit jaar. Maar, geen, maar geen, uh, de, uh, doel, een, een Zelda en een Starfield, dat zijn, dat zijn wel de games dat je aan het begin van het jaar... Gewoon ja. al weet van oké, okay, als die dit jaar uitkomen, die blijven altijd top of mind. Ja. Ja. die verdwijnen nooit. En ik weet nu al, ook al hebben wij een soort van dit lijstje, er zijn vast een, een zeker een handjevol games, wat kleiner, charmante games, ongetwijfeld. Stray, die dan op, op moment van release mm -hmm. heel veel aandacht pakken, omdat er niet een of andere grote blokbus ja. is. natuurlijk, kan ook. Maar en, en dan, dan, dan is het alsnog, dan zijn we aan het einde van het jaar vergeten dat we het zogenaamd heel rustig zouden hebben. En ik denk ook wel dat we dit jaar. Ja, het meeste geweld hebben we gewoon in de eerste helft van het jaar gehad. En ja. dat ja. maakt het... Uh, maar dat was natuurlijk ook, dat waren dat is, ook uitgestelde ja. games. Dat ja, bedoel van ik, want ja, alles komt nu weer waarschijnlijk in mei, juni ja. uit, weet je. Dus we gaan het weer krijgen. Ja. 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 Krijgen we, trouwens we hebben ook, ook gewoon niet... een shift nu. Een hal, ja. alles, omdat alles een half jaar later is gekomen. Steeds. Ja, en het is natuurlijk ergens gek, want die, we hebben en het is natuurlijk altijd over het najaar, omdat dat de holiday season is en daarin gewoon in principe de meeste cadeautjes worden verkocht. Ja. Ja. Uh, dus het meeste geld uh, en, en überhaupt alle commercie. Maar dat, dat, ja, het kan zomaar zijn dat het in de gaming industrie. Kijk, films hebben dit bijvoorbeeld niet. Hè? Mm -hmm. Films hebben wel heavier periodes. Maar die hebben, in principe komen die vrij consistent throughout the year uit. Wanneer ze af zijn, zijn ze af. Omdat iedereen even twee uurtjes in de in de uh, in de kan gaan zitten. En het ja. is misschien lekker cool in de zomer ook. Dus je hebt veel van die dingen die je bij gaming hebt, heb je niet bij films. Uh, maar gaming heeft dat wel erg, maar dat betekent dus niet dat het niet even een paar jaar inderdaad kan shiften door noodbrek wetachtige dingen, zoals ja. corona. Nee. Um, ik zit even te kijken naar. Uh, persoonlijk denk ik dan, als je dit kijkt, wat is nu de titel die er. Echt bovenuit spreekt, afgezien van een Gorvoer Ragnarok, is denk ik Hogwarts Legacy. Ja, daar, daar is wel daar... grappig dat je ineens inderdaad ja. van, uh, van, van iets dat, dat misschien ergens in de verre top 10 van een jaar zou gaan zitten qua anticipation hè, ja. van, van, van de mens. Moet nog maar blijken. Moet echt allemaal blijven. Nee, maar Ik, ik zie is helemaal nu... aan, niet zo spectaculair. Nee, is nee. het ook niet. Maar ik bedoel, we hebben het nu niet over hoe de, hoe de kwaliteit gaat zijn wanneer die uitkomt. Maar hoe die nu, wat jij zei inderdaad, van dat, dat, dat top of mind dingetje. Ja. Dat is inderdaad een beetje denk ik waar wij deze discussie uh, mooi over Roberts, kunnen samenvatten. wel Een game die al anderhalf jaar lang bij mensen top of mind is. Want is het wel? Ja. Is, oh, die trailers ja. vet en dat nu. Hebben ze een maar als je dus als je gaat. inderdaad, in, in weet ik wel, een paar maanden geleden zou of het begin van het jaar zou zeggen van: hé, hey, maar wat is dan de games die top of mind? En dat is dat ja. is een beetje een goede, denk ik, metafoor voor blockbusters. Ja. Natuurlijk zijn dat ook de FIFA's en de Modern Warfare's. Mm -hmm. Maar zoals je al zei, weet je, Red Dead, dat zijn, dat zijn de Cyberpunks. Dat zijn dingen die gewoon bovenaan. Dus dat zijn de blockbusters in principe. Um, dat was inderdaad echt wel een Starfield en een Zelda. Tuurlijk, ja. Maar dat was ook inderdaad een, een Hogwarts le Legacy. Die, maar, maar die zat wat lager. En die staat nu bij mij niet, niet qua, op... qua kritische waardering. Maar nee, meer gewoon qua, gewoon qua weet je, is, Als je honderd ja. mensen, zou, gamers zou pakken. En noem de vijf games die top of mind zou zijn. Zou die, denk ik, ergens. Als je een soort van alle, alle ja. dingen gaat turfen. Ja. Zou die, denk ik, ergens op acht, zeven, acht staan. En nu staat ja. hij op drie of vier of zo, ja. weet je? Dat, um, en dat is grappig. En dat komt inderdaad omdat heel veel van die games zijn, uh, zijn uitgesteld. En, en, en Gordon Knights, 15 oktober, uh, superhero-game. Niet misschien de superhero-game waar iedereen op zit te wachten, maar jij kan nu ook weer in een gat springen? Ja, en dat, dat gaat ook wel gebeuren. Ik denk dat, dat voor die game die. Ik heb wel mainstream allure, heeft Alleen, ja, we hebben de, de, de gameplay gezien. Een typische subtop. Ja, ik weet, ja, ja die, nou, de gameplay ja. zag er gewoon niet heel sterk nee, uit. Het, uh, dus uh -huh. dan moet het. Stel, het zou net zoals Marvels. Uh, want die heeft het uiteindelijk natuurlijk ook heel goed gedaan: Marvel's Adventure of uh, 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 Guardians. Ja. Omdat gewoon de reviewers zeiden. Dit is een fucking vet verhaal. Ja, ja die financieel heeft dan... geen succes over. Nee? nee, nee niet? Absoluut niet. Oké, okay, nou dan dat verwacht ik eigenlijk ook voor deze. Want stel nog, wat, wat, wat Gotham Knight zou kunnen winnen... of, of kunnen, kunnen redden... is niet de gameplay, denk ik, maar de... Um, want die is, die is ook al vrij oud. Weet je, die kennen we al uit de, ja. de, de Arkham-serie. En uit Spider-Man. Is dus een heel vet verhaal. Maar als zelfs Guardians niet wordt gered... Uh, financieel door een, door een vet verhaal... dan zie ja. ik dat ook niet bij deze game gebeuren. Nee. Um, en toch... ik, ik het is geen kutlijstje hè, wat, wat, wat ja, er daar staat. Ik zit even te kijken nee, ja, ieder dus Kijk weet zien. je wat het is bedoel en dit, dit dat is meer persoonlijk van uh, en, en, wat ik altijd mooi vond met, met, met kerst weet je wel dan als je het hebt over films of over series um, in de bioscoop kwamen er altijd een paar van die hele Star Wars kwam volgens mij toch ook heel vaak in die periode uit, weet je, wel? dat mm -hmm. najaar... Star Wars is kerst, ja, echt iets waar je een heel jaar, de werd dan met de media werd er opgepompt, iedereen had het erover. Um, ik zie nu gewoon niet meer de games op God of War na, maar ik vind God of War ook weer niet van het niveau Legend of Zelda. Jawel, dat, dat en, zit er wel, dat ja, zit wel in de buurt. En, ja, ik en, denk en, dat die antici, antici, is... anticipatie daarvoor een uh, soort van wel echt gewoon bijna dat. Maar dat, dat is ja. dat de enige game die ja. een soort van dat kerstgevoel van, wow, dat is die ja hele grote release en dat vind ik jammer omdat het ook afstraalt op op de gamesindustrie. Iedereen heeft het erover en natuurlijk Hogwarts Legacy dat dat gaat dat gaat in het gat springen en misschien ja. Avatar als die film goed is dan wie weet ja. gaat het wat worden. Misschien wordt die game ook leuk. Dat moet Maar het is spien. niet waardoor ik gebeld word voor door RTL als het ware, weet je. Nee. Dat 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 en en Um, dat zei Phil Spencer ook. Van, ook een goede graadmeter, inderdaad, voor, voor wat, wat wij nu bedoelen met blockbuster. En dat Nogmaals. zegt je ook van. Dit, 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 dit is niet goed. Wij moeten echt als industrie beter ja. um, dit gaan inmanagen. Want uh, als je steeds dingen gaat uitstellen, de space gaat steeds meer weg. Tuurlijk. Nou, ja. En dit zijn de momenten. In, in, in iedereen heeft vakantie, iedereen is bezig met entertainment. Mensen willen entertainment worden. Entertained worden in kerst. Weet je? Dan ga je naar de film, dan, dan koop je een nieuwe game, dan koop je een nieuwe console. En dat, dat is toch wel. Um, wat minder geworden. En persoonlijk. Er waren twee games voor mij die er bovenuit staken. En dat was uh, Starfield en Stalker. En die zijn er denk ik allebei niet. Nee. En um, tuurlijk ga ik iets anders spelen. Maar daar lig ik niet wakker. Ik lig niet meer wakker van een FIFA of een Call of Duty. Dat zijn franchises die allebei een beetje zo gaan, een beetje kabbelen. Boeien. Speel ja, ja. ik wel. Ja. Ik speel je wel, maar dat, dat, is, voorbij, dat is gewoon dat ze gewoon, die net regular geworden. En dan maar. is het dat eigenlijk al alleen maar... alleen, ja, alleen ja, maar Precies. God ja. of War. Ja, nou, en God of War heb ik niet eens zo'n enorme hype voor. Maar dat komt ook omdat ik nog heel weinig heb gezien. hoor. Dat, ik ja, hoop ja. dat Sony snel met een vette trailer komt. Ja, ik denk dat heel veel mensen met, met God of War met het gevoel zitten van... Oh ja, dit is gewoon die vorige, maar dan gewoon ja. een ander verhaal. Ja. Dan technisch, die exact oh, hetzelfde. Ja, het gaat ja. gewoon verder. Wat is een ander een nieuw verhaal in, in, ja. in En dat is daarom is eigenlijk natuurlijk de vorige voor uh, uh, een prima trailer voor uh, uh, de nieuwe. Hetzelfde geldt voor uh, Zelda ook trouwens hoor. Ja we hebben toevallig nee, nee, nee. zeggen we hem net wel langskomen. maar je had ook gewoon kunnen zeggen van bewijzen van en het is natuurlijk marketing werkt niet zo, dus je moet wel een trailer hebben, maar mm -hmm. je kan natuurlijk uh, in dat geval gewoon het uh, idee hebben van nou de, de vorige game was gewoon de reclame, de reclame uh, materiaal voor, voor de ja. nieuwe ja en dan krijg je altijd mensen die zeggen van joh is het, dan is het echt gewoon een veredelde standalone DLC maar nou dit hoe lang hij is want zo, zo dat dat het kan het je ook van kot ja. zeggen en dat, dat zou inderdaad ook elk jaar gewoon uit kunnen komen als een als als zoals zo New Warzone wel gebeurt mm -hmm. een soort van als een soort van ...yearly renewal ja, thing of zo. dit jaar wordt het dan echt een nieuw deel. Nieuw engine, uh, totaal nieuwe... Uh, ja, is ze ook ja, af en toe nee, wel iemand, je, je ziet er nul verschil in maatheid. Maar Sony heeft wel of aangegeven... Of, ...het is een beetje een God of 1.5. Een soort van tussengedeld. Ja, net zoals maar Morales. Ja, er is niks mis mee. Um, maar laat ik dan even afsluiten met, met, met kritische vragen... ...in de zin van, stel nou... Kijk, wij krijgen die games allemaal. Dus dan is het wat makkelijker. Zo, dat vind ik leuk om te spelen. Als je het nu echt met je, met je eigen pegels moet betalen. Kijk, Starfield, daar was ik psyched voor. Daar had ik ja. voor betaald. Ja. Stalker ook wel, omdat het helemaal mijn ding is. Maar die andere games... <laughs> ik weet het niet, man. Uh, ja, maar dat is ook voor jou heel sowieso. moeilijk om te zeggen, want je betaalt weinig, dus wij hebben daar een andere, überhaupt al een ander idee of, of nee, gevoel bij. maar bij. voor Starfield, uh, als die gewoon goed was geweest, had ik dat ervoor neergelegd en voor Spalker had uh, ik gekocht. Precies. gekocht. Zelda... Als ik een gamer was geweest, uh, die ja. niet bij Gamekings had gewerkt, dan had ik Hogwarts gekocht, had ik Stray gekocht. Um, wat staat er nog meer op het lijstje? Uh, ik denk dat ik uh, Gotham Knights ook had geprobeerd. Oké. Okay. Um, uh, dus ja, dat zijn alweer drie games. For Spoken ben ik echt uh -huh. nog steeds heel benieuwd naar. Ja, is, ja, misschien inderdaad wordt die uitgesteld. Dus dat zijn al vier games waarbij, waarvan ik in principe waar ik ze zou kopen. Oké. Okay. Ik zie hier bij mij staan uh, Atomic Heart. Komt dat die blijkt, nog? Misschien. Ja, misschien, ja? Misschien, dus ja, ja is nee, ik, ik heb het niet duidelijk. kleinere dat, ja. titels heb ik er niet. Er komt ongetwijfeld nog. En, en zeker ook dat indies hierin gaan springen. Of wie ja. weet dat ze wel games naar voren gaan halen. Dat is hartstikke slim. Omdat ja. een paar hele grote titels weg. L Little Devil Inside. Van die PlayStation. Ook een beetje zeg maar, qua grote waarschijnlijk alle Maar dan yeah. die, die, die een beetje rare, zeldenachtige. Uh, niet meer halen nu even. Maar, ja, ja. maar dat soort, een paar van dat soort kleine games en dan een God of War had ik dan gekocht. Ja, maar heb ik, ik probeer dus de hele tijd hier soort van, wat is, dus mensen zitten nu te kijken en die hebben zoiets voor me, kijk nou, dat is dan gewoon fucking vijf jaar. Nee, maar, een, maar dat mag ook. Ja, maar dat, Daar is dit aan. Eind, en eindelijk en eindelijk voor. ik ga in discussie. Ja, precies. Ja, maar dus de, 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 de kant, dus uh, soms dan alsnog denk ik dat het bij mensen niet duidelijk is wat wij bedoelen met van hey het lijkt steeds meer uh, te worden op een, op een leeg najaar. Want er komen veel, dus die hebben zoiets van, Joh, maar er komen ja. veel games en wil, ik wil er zeker zes van spelen, dus wat lullen jullie nou? Nou, dat staat. Ik bedoel, de insteek was dat er uh, dat ik verschillende artikelen heb gelezen ja. in de game media waarschijnlijk ja, de uh, three, de Darling Three, of de Super Three. Uh, uh, daar zijn de twee van weg. Ja, dus ja. Ja. Uh, Dramatisch. Uh, en vorig jaar hadden we dit ook al. Dus ja. nu twee jaar achter elkaar. Ik ga, dat ik was, de, dit ga je elk jaar krijgen. Nou, dat zou best wel kunnen. Dat nou, op een gegeven moment loop je het wel weer in, want, want nogmaals... Nee, want ja, je, je, je krijgt met terugwerkende kracht dat van het jaar ervoor krijg je dan... In ja, in principe fond, ja. wel, maar op een gegeven moment het loont ze wel natuurlijk om weer voor die kerstperiode te gaan zitten. Gewoon omdat je dan meer games verkoopt. Nou ja, dus dat, dat, wel dat gaat voor, pas lukken als ze een, niet een, 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 een release-datum op een game gaan plakken. Maar dat is het. Want dat, en ja. die, die discussie wil ik denk ik nog een keer apart uh, gaan voeren. Want je kan twee dingen zeggen. Want ze kunnen natuurlijk... Uh, dit soort games doe je het liefst in het najaar. Dan zou je een heel jaar moeten wachten. Um, dat is best lang. Dat, dat betekent ja. dat je gewoon een heel jaar zit te lappen, uh, maar niks verdient. Dan wordt je game weer duurder. Dus dat weet ik niet. Uh, als die game echt een jaar nodig heeft, dan is er wat met die game aan de hand. Dan is die gewoon nog niet mm -hmm. goed. Um, waarschijnlijk is het een paar maanden uitstel. <coughs> de andere vraag is: <coughs> moet je nog wel? Als je ziet stelselmatig nu, wij, wij hebben al iets najaar. Nou dan moeten de blockbusters komen. Als dat niet meer zo is. Wij houden de krampachtig aan vast, omdat de industrie er op een of andere manier blijkbaar ook nog een beetje krampachtig aan vast, moeten we het niet loslaten. Moeten we niet gewoon geen release data meer gaan noemen. Maar pas als die, wat je 100% zeker weet dat die gold is. Dan ja. gewoon in een maand gewoon. Ja, bam, jongens. De, uh, ja dat, zou, dat zou. Maar ja, dat kan je niet meer verheugen op. Enige, maar, het dat enige voorbeeld, en marketing wat, is dat moeilijker. Het enige uh. voorbeeld wat ik daarvan goed kan noemen, is Fallout 4. Want die werd aangekondigd. Ja. Uh, op de ATM, maar Dat is vier, vijf, vier maanden. Of drie Ja, drie, maar vier, ja dat, vier maanden. Dat vind ik netjes. Ja, dat, dat was werkt als een. Dry. Holy fucking shit, we krijgen een nieuw fallout. Daardoor was die hype een keer twintig. En wanneer? Keer, er, er, er in, in, ten in november? Ja, oh, ja. en was. Donald! Ja, ja maar toen, en dan is natuurlijk ja. de hype ineens heel groot. Daar hoef je dan maar drie maanden op te varen. En dan ja. voet je ze af en toe ja. wat. Dus een game ja. als Starfield zou dat ook kunnen voelen. Ja, en Legend of Zelda nou ja, ook kunnen poelen. Ik heb soms dan, maar dat is omdat ik het heel zakelijk bekijk, soms het idee dat, 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 dat er een beetje met ons gespeeld wordt als gamer. Omdat ze bezig zijn met die aandeelhouders tevreden houden. Dus ze zeggen: Starfield komt uit. En dan vlak ja. nadat een aandeelhoudersvergadering is teweeg. Ze zeggen: Nee, het is toch uitgesteld, weet je wel. Ja. ik bedoel. Uh, dat doen ze nu ook weer vlak voor uh, de persconferentie. Logisch, want als je dit tijdens. De persconferentie van Xbox had gezegd: van ah, hier een Starfield beden Oh ja, hij komt een half jaar later uit en was meteen de teneur negatief geweest. Mm -hmm, mm -hmm. Je wordt een beetje gemanipuleerd, en dat vind ik dan wel. Um Jammer, um, want je bent de, de hele de tijd van, oh, verheugen, uh, nee, toch niet. Tijdens de, uh, de, tijdens de E3 gaan ze dit zeg maar weer, dit, dit smetje weer oppoetsen door wat zeker. gameplay te door, laten. Door, nou ja, en door nieuwe games aan te ja. kondigen, waardoor wij inderdaad even vergeten zijn dat oh, het een karig oh, uh, jaar is. Ja. Jammer, want volgend jaar wordt dan wel tof. Ja, weet je, dat, ja. Nee, ja dat maar ja, als alles is. de hele tijd blijft doorschuiven, dan blijf je natuurlijk hetzelfde probleem ja. hebben. Maar goed, dat gaan we in een andere discussie doen. Um, Laat het even weten in de comments. Ik bedoel, het lijstje, uh, ik zal hem ook even online laten zetten van deze games. Um, vind je zeker dat dit najaar gewoon nog hartstikke tof wordt? Of heb je zoiets van, doordat die twee hele grote games weg zijn gevallen, het najaar is niet helemaal meer wat het najaar voor mij was? Laat het even weten.